dikke rookwolken boven Eindhoven. In het centrum van de stad is bij Stadscafé De Vooruitgang vanmiddag brand uitgebroken. De café is in de buurt, winkelcentrum De Heuvelgalerie en onderliggende parkeergarage, het muziekgebouw en het casino werden allemaal ontruimd. De brandweer gaf net voor 6 uur aan dat het de brand onder controle heeft. De brand brak rond 4:15 uit in de keuken van het café. De brandweer ging met meerdere wagens het vuur te lijf en ook een hoogwerker werd ingezet. Ze wilden voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. Er was veel rook, en waardoor ook rookmelders in de omgeving massaal afgingen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de verwondingen zijn, is nog niet bekend. Op de markt in Eindhoven, daar staat onze verslaggever Tony Vossen. Ja, brandmeester, dat is een kleine 2 uur nadat die brand was uitgebroken. Het zag er heel heftig uit. Is dat snel gegaan, zo voor de brandweer? De brand is inderdaad redelijk snel onder controle gekregen door de brandweer. Wat gebeurd is, is dat na het uitbreken van de brand meteen de evacuatie op gang is gebracht. Dus wat je zegt, niet alleen het casino, het Holland Casino en de Heuvelgalerie zijn ontruimd, maar ook het café naast de vooruitgang. Daarvan moest het personeel en de bezoekers meteen de deur uit. De rook en wellicht ook de waterschade is misschien ook doorgecijpeld nog naar het muziekgebouw. En voor het Brabants Orkest, dat op dit moment bezig is met een afscheidstournee, is dat heel erg treurig. Wij spraken eerder de gastdirigent van het Brabants Orkest, Jan-Willem de Vriend. En die weet op dit moment eigenlijk nog steeds niet zeker of het concert wat ze vanavond in Eindhoven zullen geven, dat allerlaatste concert in Eindhoven dus, of dat wel of niet door kan gaan. Het is natuurlijk wel echt heel tragisch, want dit is het laatste concert van ons Brabants Orkest in zijn serie. En ja, dat zou dan niet door kunnen gaan. Dat vind ik wel afschuwelijk eigenlijk. Ja, dat is dus heel veel onduidelijkheid nog voor heel veel mensen. Ook voor de mensen die dus daar naar dat concert toe wilden gaan. Voor bezoekers, maar inderdaad ook voor de muzici zelf, die inmiddels hier zich verzameld hebben aan de buitenkant van de rood-witte linten. Voor iedereen is er nog heel erg veel onduidelijkheid of het door kan gaan. Het is een beetje afhankelijk hoe de zaal eruit zal zien. Maar er is dus een hele grote kans dat dat concert vanavond afgelast moet worden. En dan kan het helaas ook nooit meer ingehaald worden in Eindhoven. Dat is in ieder geval op dit moment ook, behalve natuurlijk het grote verlies van café De Vooruitgang in Eindhoven, ook de consequentie van die grote brand hier vanmiddag in de binnenstad. Ja, want het pand, ja, als je de beelden ook ziet, er is niks meer van over. Het hele dak ligt eraf. Het is verloren, denk ik, hè? Ja, voor zover als wij het nu hier kunnen inschatten, is het pand volledig verloren. De brandweer en later natuurlijk ook alle bouwrapporten, die zullen dat nog moeten bevestigen. Maar op het oog zou ik inderdaad zeggen dat café De Vooruitgang compleet verleden tijd is in Eindhoven. Dankjewel, Tony Vossen vanuit het centrum van Eindhoven. En alles hierover leest u ook na op onze site met ook heel veel foto's en filmpjes daarvan.